Yo mensen, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Maxime MXM en vandaag is het weer tijd voor F1 2020 Ranked. We gaan op naar die Master Rating en we hebben al de S Rating. Dus vind je dit een leuk, smash vooral op dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer als je nieuw bent en doe het belletje aan zodat je helemaal niks mist. Laat natuurlijk ook meteen jouw Safety Rating achter. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. En dan gaan we meteen een potje zoeken. Hehe, en dan hebben we eindelijk een lobby gevonden. Het lijkt erop dat we op Brazilië gaan racen. Met allemaal mensen met een S Rating. Silvers en Golds. Dus ik ben erg benieuwd hoe dit zal gaan. We hebben een kwalificatie in de regen, dus dat gaat interessant worden. Laten we gaan beginnen. Alright, en daar gaan we dan. Iemand retired meteen, die heeft er helemaal geen zin in de regen. Ik geef hem groot gelijk. Als je zonder warming-up in de regen moet gaan rijden, dan weet je echt niet waar het limiet zit. Dus of je gaat veel te langzaam. Of je schiet daar helemaal overheen. Maar ik moet gewoon zorgen dat ik een prima rondje heb. Geen cornercut krijg. En hem niet in de muur parkeer. En dan ben ik helemaal tevreden, jongens. Niet te veel curbs. Die zijn heel erg sketchy altijd. Zeker in de regen, dan heb je echt flink wheelspin. Zo. En dan gaan we weer. Oeh, dat bedoel ik. Je moet echt oppassen. Ik zie wel een paarse sector. Dat maakt mij wel blij. Waar komen wij dan terecht hier? Laatste stukje. Nu niet over het limiet. Klein dotje gras. En dan gaan we over de finish. Volgens mij heb ik niet pol. Nee. Niet pol, wel een snelle tweede sector. En daarmee staan wij op de enige echte P2. Oh, zo close. We hadden bijna pol, jongens. Ik weet niet wat het tijdverschil is. Dat gaan we nu zien. Oh, toch nog 17e. Dat is toch wel wat. Dat is toch wel meer dan ik dacht. Oké, en daar staan we dan, jongens, op de softband. Ik ben benieuwd hoe het gaat. En we zijn weg. Ah, we hebben te veel wheelspin. Helaas. Oh, ik schiet ook nog even door. Ja, er zit iemand hier aan de binnenkant. I know. Het was niet de meest clean start van mij. Ik was een beetje all over the place. Maar volgens mij heeft iedereen het overleefd. Dus nu ga ik achter de nummer 1 aan. Even mijn flow vinden. Het is natuurlijk ook, je rijdt net een rondje in de regen. En dan moet je nu weer eventjes aanpassen. Kijken of ik die P2 kan houden. Dat zou natuurlijk wel fijn zijn. Maar ja, we komen natuurlijk ook in steeds betere lobby's. En daar moeten we ook echt wel rekening mee houden. Nummer 1 die rijdt weg. En ik ging even weer een beetje op het gras. Daar moet ik echt voor oppassen. Want daar hebben we geen tijd voor. We hebben geen tijd voor fouten. We lopen wel 1,7 seconden uit op P3. Dat is hartstikke fijn. Dat is ongeveer de gap ook die wij naar P1 hebben. En daar is weer een ongelukje gebeurd. Er is weer iemand van de baan afgetikt. Oh oh, Iceman komt in mijn DRS. Dat is niet de bedoeling. Blijf eens even gauw weg van mij. Alsjeblieft. DRS is ook nu enabled. Dus nu moeten we al helemaal zorgen dat hij buiten die seconde zit. Maar hij zit al in de 19e. Oh my god. Is dit de echte Iceman? Is het zo? Meen je dit? Oh, 3/10. 3/10, maar ik kom niet dichterbij. My god, jongens, het is mijn partijtje close. Het is me een partijtje close, 4/10. Oh, 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 oh. Oké, okay, hij pusht mij steeds meer naar het limiet. Totdat ik dadelijk ergens een foutje maak over het limiet.
En dan heb ik een probleem. Oké, we gaan de laatste ronde in. Alles of niets. En ik ga voor alles. Ik moet die P2 houden. 14, dit is een beetje een gevaarlijk punt. Maar volgens mij heeft hij al zijn ERS gebruikt. En als fuel. Dus dat is goed voor ons. Oeh. Ik dacht heel even, misschien net ietsje te wijd daar. Maar ook niet gelukkig. Huppakee, gas erop. We zitten lekker in die Brazil flow. Nu moeten we niet zo'n eindsprint naar de finish hebben als Hamilton en Gasly. En dan komt het helemaal goed. Zestiende. Ik heb nog een hoop ERS, die ga ik nu allemaal opmaken. Vijftiende. Dit houden we. P2, heerlijk. Boah, jongens, wat close battle. Mr. Big Boy, die zit ook nog gewoon een seconde hier achter ons. Het is weer een bizar close battle hier op het podium. En daar staan we, daar links op het podium, jongens. Hij mag feest vieren, maar wij mogen dat zeker ook. En het was een mooie race. En wat gebeurt daar? Nog steeds hetzelfde. En de S-rating is dan 19%. Jongen, ik snap echt niet hoe die rating werkt. We hebben nu de gold rating van 2153. Dus ik denk bij 2.2k dat het een streepje extra wordt. Dan bij 2.3k weer een streepje extra. En bij 2.4k master. Hoop ik. Of is dat bij 3k? Ik weet het niet. Het staat nergens op papier. Dus I don't know. Mensen willen me kicken. Ik ben gewoon gekickt for no reason. Ik heb niemand geraakt of zo. Wauw, wat een lobby. Please, geef me gewoon even. Ik ben aan het opnemen, jongens. Ik heb al echt een half uur naar lobby zitten zoeken. Word ik eruit gekikt? For no reason. Hé, we kunnen weer rijden. Tijd voor een kwalificatie op Oostenrijk. Een van mijn favoriete tracks, maar toch zijn er mensen echt knijtertje veel sneller dan mij op deze baan. Ik doe altijd iets bij die snelle bochten een beetje verkeerd. En ik rem hier een beetje laat. Oepsie. Dat is niet heel erg verstandig. En dan gaan we weer door. Op naar beneden. En dan gaan we weer verder. Zo. Dit gaat wel prima. Prima, prima. Maar ja, we zitten natuurlijk tegen allemaal masters. Dus het zal wel een pittige lobby zijn, denk ik. Maar wij hebben ook niet een verkeerd rondje. 1-4. Oké, okay, P4. Zo, het is een flinke close battle hier. Maar ze zijn allemaal net even wat sneller, man. Nou, eens kijken of ze ook een goede race pace hebben. En we zijn weg. Volgens mij hebben ze allemaal no traction. Ik ben echt. Ik hou ruimte. Excuse. Oh, ik dacht echt dat hij nu langs me zou gaan weer. But no. Oké, dit hebben we allemaal overleefd. Ik zal hem dadelijk een berichtje sturen. Want sorry van bocht 1. Maar Jeff vindt alles goed. Die keurt altijd alles goed. Ik hou ruimte voor hem. Wat ik. Ik weet niet of ik dat had moeten doen. Dit gaat toch nooit goed. Ik wil net zeggen, dit kan niet. Hier kennen we niet samen doorheen. Eén seconde al richting die gasten hiervoor. Kijken of ik ze in de DRS-zone kan houden. Anders dan gaat het wel lastig worden. 18e. Wat wel? Wat is die Mr. Fastback aan doen? Oei. We zitten in ieder geval nog in de buurt van het podium. We rijden zelfs op het podium. Misschien is de frontwing van meneer Fastback gebroken. Toen die net heel dicht hier op me zat. Oh, en daar is een gele vlag.
denk dat Mr. Fansback het niet meer pikt en op Rampage Tour gaat. Dus dan moet ik alleen voor oppassen dat hij niet opeens mij ook eraf gaat rijden. Zal me niks verbazen. DRS is enabled, maar we zitten net niet binnen die seconde die je nodig hebt. 3/10 hebben we nog nodig om dichterbij te komen. En dan kunnen we die achtervleugel opengooien. We lopen uit op nummer 4, dus dat is goed. Maar we lopen ook uit op nummer 1 en 2. Zij lopen wel dichter in op elkaar. Ze hebben natuurlijk die DRS waarmee ze sneller gaan. Of ja, nummer 1 niet, maar die is gewoon knijtertje snel. En daardoor kan nummer 2 weer steeds dichterbij komen. En ik loop daardoor ook steeds verder weg. Dus misschien dat zij nou even een spannende battle hebben dadelijk de laatste ronde. Waar ik profijt van kan hebben. En anders dan is een P3'tje ook prima. Ben ik niet heel blij mee, want het was niet de meest clean battle met die nummer 4. Dus ik zou hem dadelijk nog een excusie berichtje sturen. Kan altijd wat fout gaan. En laatst reageerde iemand van, waarom gaat het hier soms fout en bij Career niet? Omdat hier mensen zelf rijden en misschien rare reacties hebben. En in Career houdt de computer iets meer afstand. En houdt iets meer rekening met je. Wat hier niet echt gebeurt. Nou, dan zit de race erop, jongens. Checkered flag. En wij gaan als derde over de finish. Dus dat is een heerlijk P3'tje. Wat hopelijk goed is voor onze rating. Want we zitten natuurlijk met allemaal masters. Dus misschien krijg je daardoor ook extra veel punten. I don't know. Zal mooi zijn. Nou, nu mogen wij op de derde plek op het podium staan en feestvieren met z'n allen. Dus ik ben benieuwd naar ons rating nu. En het is nog steeds gold. Maar 37% S-rating, dat is natuurlijk hartstikke chill. En dat waren dan onze races voor vandaag. Onze gold rating is nog steeds 2172. En we hebben nog steeds die S-rating, dus dat is helemaal goed. Vond je het nou leuk? Smash op dat blauw duimpje omhoog. Abonneer als je nieuw bent en doe het belletje aan, zodat je geen enkele video mist. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer, jongens. Later!